Nog even één ding. Want ik ben bij jullie gisteren geweest. Toen heb ik later met Arend gesproken op advies van Jochem. En Arend die zegt dat jullie zo zeuren en traineren. En dat bijvoorbeeld toen met dat gooien van dat grind. Dat de gordijnen open gedaan werden. En dat je dan zo doet. Zo van, je hebt weer een bakkie op. Gebeurt dat? Hoeveel keer heb je gezegd tegen me van... Alweer gedronken. Neem er nog één. Nee, dat heb ik nooit tegen jou gezegd. Nooit gezegd. Arend, ik heb alleen tegen jou gezegd dat het misschien verstandig was dat je op zou houden met drinken. Dat is het enige wat ik tegen jou gezegd. En dat maak ik zelf uit. Inderdaad, dat maak ik zelf uit. Alleen maar je hebt ook zat keer gezegd, neem er nog één, joh. Neem er nog één. Toen je bij mij over de vloer kwam en ik zei van, joh, wil je nog een biertje hebben? Maar voorheen, dat heb ik nooit tegen jou gezegd, Arend. Oh, nee, nog gezegd. En we hebben ook nooit de gordijnen open gedaan en zo gedaan, hoor. Nou ja, voor dat maar. Maar en je tong uitgestoken? Dat heb ik één keer gedaan. Ja. Dat geef ik toe. Toen was ik het zo zat, dan heb ik zo gedaan. Dat is ook niet aardig. Nee, dat was ook niet aardig. Ik eis een excuus. Oh, mijn excuus dat ik mijn tong naar je uitgestoken heb. Dank je wel. Daar gaan we nooit meer doen. Nee.